Hoe kan je je het beste voorbereiden op het wonen en studeren in Nederland? Ik denk vooral jezelf openstaan en met een open gedachte hier naartoe komen. Bereid je goed voor op je studiekeuze en wat jij wilt. Niet wat anderen zeggen, maar echt wat jij wilt. Dat is echt heel belangrijk. De taal zoveel mogelijk proberen binnen te kijken door Nederlandse boeken te lezen of Nederlandse tv te kijken, liedjes lezen en dat soort dingen. En ook gewoon filmpjes op YouTube kijken over de cultuur en zo hier op Nederland. Ja, daar kan je heel lekker koken, dus als je van je moeder heel snel een paar recepten mee kan nemen, dan spaar je heel veel geld. Want thuisbezorg kost je best wel geld als je elke dag gaat bestellen. Ja. Dus dat is ook wel heel belangrijk. En dan kan je ook je eigen eten eten wat je lekker vindt. Dus bereid je daarop voor. Kamer zoeken is heel moeilijk. Ja. Alles, er zijn zoveel studenten die gewoon in de stad willen wonen. Dus kamer vinden is sowieso moeilijk en waarschijnlijk ook duur. Als je kamers wil vinden, dan moet je echt op verschillende websites gewoon aanmelden. En op tijd beginnen. Waar moest je het meest aan wennen toen je ging studeren in Nederland? Ik denk de cultuurverschil. Dat was wel iets voor mij, moet ik zeggen. Voor mij was dat denk ik vooral het weer. je bent gewoon gewend alleen maar warmte en lekker. Ja, en weet je, als het warm is, dan ga je naar het strand. Dus vooral dat. Je merkt echt dat het een hele andere omgeving is. De mensen zijn anders, hun gewoonten zijn anders. En in het begin was dat echt iets waaraan ik moest wennen, zeg maar. En vooral ook de taal, want mijn moedertaal is Engels. Dat je gewoon dagelijks, dag in, dag uit, gewoon Nederlands praat. Maar ook het eten. Etenspatroon, maar ook gewoon het eten überhaupt. Ik miste gewoon heel erg het eten van mijn moeder. Voor mij dan kan ik gewoon dezelfde dingen die ik thuis at, op Bonaire, kan ik ook hier vinden. Dus je eigen kookkunsten red je wel mee. Ja, de cultuur is natuurlijk wel iets, hè? Behalve het weer en het eten. Is de cultuur iets waar wij gewoon constant tegenaan lopen. Ik bedoel, het is een cultuurshock. Op tijd komen. Vroeg opstaan en afspraken nakomen. Weet je, dat is gewoon echt een cultuurshock überhaupt. Dus dat is gewoon wennen. Dat is altijd wennen en voor sommigen nu nog steeds. Hoe is het om in de Nederlandse taal te studeren? Voor mij was het in het begin wel moeilijk, moet ik zeggen. Grammatica en zo is wel anders in het Engels. Dus ik moest wel aan de taal wennen van zinstructuur en lidwoorden en al die dingen. Maar ik heb wel ervoor gezorgd om zoveel mogelijk dingen te doen in het Nederlands. Dus ik heb ook een Nederlandse cursus gedaan, speciaal voor Caribisch Nederlands studenten. Dat heeft ook geholpen. Alhoewel op Bonaire het onderwijs in Nederlands is, is er toch een niveauverschil. Hier gaat alles heel vlotter en het niveau is ook... Qua spelling, grammatica, alles heel is gewoon hoger, heel hoger, inderdaad. Het is echt wennen. Ik heb ook dezelfde cursus met haar gevolgd. En het geeft wel die inlichting van wat je mist of waar je beter in kan zijn. Zo. Voel je je thuis in Nederland zo ver van huis? Ja en nee. Ik heb wel mijn omgeving zeg maar, gevonden. Ik voel me wel op mijn plek. Maar ik mis wel gewoon familie en vrienden die wel thuis zijn. Toen de tijd kwam ik met de lening vanuit de overheid. En dan krijg je een opvangcommissie die je alles, die je wegwijs maken binnen Nijmegen, zeg maar. En ja, ik had zoiets van, ik ben thuis. En nu nog steeds. Maar ook de stad waar ik naartoe kwam, dus Nijmegen. Ik voelde me gelijk thuis. Het is klein, het is... Je weet alles makkelijk te vinden. Als je hier in Nederland komt, heel veel studenten die denken gelijk aan Rotterdam, Den Haag. Zijn hele grote steden, mooiste Amsterdam. Daar ben ik ook allemaal naartoe geweest, maar ik voel me echt wel in Arnhem wel thuis. En hier is het niet echt saai. Je hebt wel voor alles te doen. Als je uit wil gaan, heb je de uitgaansleven. Je hebt de plekken waar je naartoe gaat, maar het is allemaal een beetje kleiner. Tot nu toe heb ik wel mijn plek gevonden en leuk mensen om me heen die het wel leuk maken. En bij de Han. Ja, dat voelt ook heel prettig. Ook met Hanhuntu, dan krijg je dat thuisgevoel van ik ben niet alleen en ik ken die en ik loop hier door de Han en ik zie een bekend gezicht. Ja, wat mij betreft, ik voel me wel echt thuis. Wat heeft Hanhuntu voor jou betekend? Hanhuntu heeft wel veel voor mij betekend, kan ik zeggen. Want vanaf het eerste jaar, ik ben ook naar de introdag geweest. En daar heb ik ook nieuwe mensen kunnen ontmoeten. Daar heb ik een buddy gekregen waar ik dan ook met alle vragen naartoe kunnen. Of als ik gewoon
moest praten en mijn gevoelens uiten, dat kon ik daar ook doen. In principe is het doel van Hanhoonte het thuisgevoel creëren voor de Caribisch-Nederlandse studenten. Dat probeert Hanhoonte te doen door dingen te organiseren, zoals gameavond. Ja, met kerst doen we ook heel veel dingen samen, want kerst is een hele belangrijke periode in onze cultuur. Als je in een studentenhuis woont, dan gaat iedereen naar een familie toe, maar hier heb je je ouders niet en dan zit je echt heel alleen. Dus dat kan echt een dip worden. En dan creëren we toch wel een sfeer waar alle studenten bij elkaar kunnen komen om toch wel van kerst te kunnen genieten. Kijk, er zijn studenten die voor jou zijn gekomen, dus zij moesten dat allemaal ook meemaken van inschrijven bij een tandarts en een huisarts en al die dingen. Dus zij kunnen jou dan ook wel helpen, ervaringen delen, lachen. Gewoon over alles die je gewoon in het dagelijks leven meemaakt,